zit dat zo? Oh, zit dat zo? Welkom bij Oh Zit Dat Zo. In deze aflevering straks de oplossing van de kijkersvraag van vorige week. En natuurlijk een nieuwe. En we hebben weer 5 hele leuke puzzels en spellen voor de kandidaten hier en het publiek hier. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat u thuis lekker meedenkt en meepuzzelt. Wij staan hier op een driesprong in Sprookjesland. Want Jan gaat op bezoek bij een beeldschone prinses die in het kasteel op hem wacht. Wat een mazzel heb jij toch, hè Jan? Ja. Alleen hier op deze driesprong slaat de grote verwarring toe, want ze hebben met de wegwijzering gerommeld. Als jij het nou even uitlegt, dan ga ik alvast de hulptroepen opzoeken in het publiek. Ja, tot ik zal doen. De wegwijzers. Hier heb ik één wegwijzer. En die is heel duidelijk. Die zegt, het kasteel is die kant op. Dat zou allemaal heel mooi zijn, ware het niet dat er hier nog een wegwijzer of een bordje hangt. En daarop staat, blauw is fout. Dus wat daar staat, dat zou fout zijn. Blauwe bord is fout. En om het nog erger te maken, hebben we hier nog een bord. En op dat bord staat weer, geel is fout. Nou, kun je daar nu nog uitkomen? Dat lukt haast niet, maar gelukkig heb ik ook nog een toverboek. En in dat toverboek staat, slechts één bord is goed. Nou, met al deze uitleg en al deze bordjes moeten we erachter zien te komen of het kasteel nou aan die kant ligt of juist aan de andere kant. En dat gaan we met onze kandidaten proberen uit te zoeken. Ja, en Jan heeft een probleem hoor. Want aan de andere kant woont een hele lelijke, enge toverheks. En aan die andere kant, in het kasteel dus, zit die beeldschone prinses. Dus we moeten wel even Jan helpen. Wat denkt u? Welke kant moet hij op? Ik denk dat hij die kant op moet. Naar links? Ja. Dus het bord van het kasteel volgen. Ja. Waarom denkt u dat? Omdat op alle twee staat fout en op geen ene staat goed. Dus u denkt fout en fout is goed? Ja, nou, dat zou kunnen. Wat denkt u, meneer? Dat denk ik ook, ja. U denkt dat ook? Ja. Zelfde redenering als uw buurvrouw? Zelfde redenering. Dan ga ik nog een deurtje verder. Ja. Bent u het eens met de vorige twee sprekers? Nou, ik niet zozeer. Jan moet wel de goede kant op, hè? Ja, als blauw en geel fout is, dan zal rood wel goed zijn. Dus zal wel die andere kant op zijn, denk ik. Wat is de andere kant, bedoelt u? Die kant. Naar rechts? Ja. En waarom denkt u dat? Omdat blauw en geel fout is, hè? Ik hoor uw hersens ook kraken. Ja, ik heb ook het idee dat het rode bord goed is. Dat het kasteel naar die kant is. Dat het kasteel naar die kant is. Dus toch naar de linkerkant. Ja. U dacht rechts, hè? Ja, ik dacht rechts, ja. Ja, ik ga even een deurtje verder. Hierachter een idee? Ik denk ook dat het rechts is. U denkt ook dat het naar die kant naar links is? Ja, dat bedoel ik ook, links. Is er iemand die denkt dat het naar rechts is? Ja, toch wel. Zou u eens even naar Jan toe willen gaan? En kunt u kijken misschien of u hem kunt helpen? Ja? Hallo Tony. We gaan het samen proberen op te lossen. En daarvoor gaan we van al deze bordjes kijken of ze goed zijn of fout. En hier heb ik hulpbordjes. Daarmee kun je aangeven of iets goed en fout is. Dus als we nou eens beginnen met bij deze. En wat dacht je ook alweer? Ik dacht dat het die goede was. Dan is dat dus een goed bordje. Dan mag je daar... Goed. Ja. En als we dat eenmaal weten, hoe zit het dan met dit bord? Is deze fout en die ook fout. Ja, zout. Zet ze eens neer. Ik hoor ook mensen in de zaal. Ja. Klopt het nou allemaal? Er is een verschrikkelijke discussie in de zaal. Sommigen zeggen ja, anderen zeggen nee. En ik denk dat ik dat zal proberen om zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe het nou echt zit. Misschien wil jij zo lang even de microfoon vasthouden. En dan gaan we naar dit bord toe. Daar kunnen we dat goed zien. Kijk, hier hebben we al deze borden. Het blauwe bord, het gele bord, het rode bord. En daar kan ik bijzetten of ze goed of fout zijn. Het blauwe bord, dat kan fout zijn,
of het kan goed zijn. En als ik iets van het blauwe bord zou weten, dan kan ik daarna ook iets zeggen over het gele bord. Niet waar, op het gele bord staat blauw is fout. Als blauw inderdaad fout is, dan moet het goed zijn. Dan moet dat bord goed zijn. Dus dan zetten we daar goed neer. Maar als het blauwe bord goed is, dan is het gele bord weer fout. Dus dan zetten we hier fout neer. En zo met het rode bord hetzelfde. Dat zegt iets over het gele bord. Als het gele bord goed is, dan is wat er op het rode bord staat fout. Dus dat zetten we hier neer. Maar als dit fout is, dan is dit weer goed. En zo hebben we een volledig overzicht. Als het kasteel, dit blauwe bord fout is, dus als het kasteel aan deze kant ligt, dan is dit allemaal waar. Als het kasteel aan die kant ligt, dan is dat allemaal waar. Maar dan hebben we één ding nog niet gebruikt. En dat is wat er hier achter me staat. Slechts één bord is goed. Nou, is dat in de bovenste regel of is dat in de onderste regel? Ja, in de bovenste regel. Bovenste regel. Dus dat zal de goede regel moeten zijn. Waar ligt dan het kasteel? Dat ligt dan aan de rechterkant. Ligt aan de rechterkant, want het blauwe bord is fout. Het blauwe bord is fout, dus het kasteel ligt aan die kant. Dus de heks zit aan die kant. Daar zit de heks en daar is het kasteel. Ik ga die kant op. Ga je mee? Ja, hoor. Wel bedankt. Graag gedaan. Wij gaan kliederen met melk, althans dat zal het wel gaan worden. Vandaar dat we ook Michiel en Rien in een schort gehesen hebben. Maar we gaan wel kliederen met een doel. Dat is in ieder geval een kleine troost. Hè? We hebben hier 3 cilinders. Eentje van 8 liter gevuld met melk. Eentje van 5 liter leeg. En eentje van 3 liter leeg. Wat willen we nu? We willen dat jullie precies 4 liter gaan afmeten met behulp van deze cilinders. Ga je gang. Wie gaat denken en wie gaat gieten? Nou, zowel bij me denken en allebei gieten. Zijn even schuldig. Denk ik. Oké, gaan we beginnen. Maar pas op, deze is zwaar, hè? 8 liter melk zit erin. Dit is samen 8, hè? Dat kunnen deze. Kijken of er een verhouding in zit. Praat eens wat harder, dan kan ik het ook verstaan. Dit is 5 en 3 is samen 8. Ja. Als we daar 3 in doen, blijft daar 5 over. Doen we daar 5 in. Dat moet dan evenveel zijn als deze. Ja. Dan moeten we... Ga maar beginnen. Ga maar. Wie giet? Hij staat het dichtste bij de 8 liter. Ik ga een stapje opzij. Ja. Oh, mijn kaartje valt. Dat geeft niet. Dan moet je... Oh, even rustig, rustig. Oh, tot het rustig, randje, hè? Dat is 3 liter. Ja. Nou, fractie. En nu? 3. Zit daar een ring? 3 en 5 hoor ik op de tribune. Oh, veel support krijg je niet van die in. Maar nee, ze mogen best wat harder roepen, hè? Dat je van die 3 en de 5 niet gooien. Ja. De 3 en de 5 zeggen ze. 3 en de 5 gooien. Dus 3. En dan? Dan die 3 weer vol. Zal ik die heel van mijn rekening nemen? Ja, jongen. Dus hoeveel heb je er dan nog over in je 8 liter? 2. En dan? Moet je dit aanvullen tot daar? 5. Dat is niet meer. Jan, kom er eens bij. Iedereen is dol enthousiast. Ja, ik vind het heel mooi, maar we hebben hier nu 5 en we moesten er 4 hebben. Dat is het probleem. En hier zit 3 dan in. En daar zit 3 in. En we hadden natuurlijk die 5 gelijk wel vol kunnen gieten. Het is wel de eerste stap, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Van de oplossing. Zal ik proberen nog wat tips te geven? Ja, doe dat maar even. Kijk. Als je die 5 teruggooit in de 3, dan hou je hier 1 liter over. Nee, 2. 2. Wacht even, daar hadden we er 3, dan zit je daar weer net zo vrolijk met 5. Ja. Dat schiet ook niet echt. Waar je uiteindelijk, tenminste wat een goed idee lijkt, dat is op de een of andere manier 1 liter uit die volle 5 weggooien. Of overgieten in ieder geval. Maar hoe kun je nou 1 liter afmeten? Je hebt hier 3 en je hebt daar 8. Je kunt 1 liter overhouden als je in deze 3 alvast 2 hebt zitten. Want dan kun je hem daarna vullen met die ene. Dus je moet zorgen dat er 2 liter melk in deze 3 liter cilinder komt.
Dat is de goede tip. 2 liter melk moet hierin komen. Hoe kun je 2 liter melk krijgen? Hier dat had 3 liter uitgooien, net eigenlijk al. Die 3 terug in de 8 gooien, dan hou je daar 2 liter juist over. Ga je gang. Ja, doe maar. Ja? Ja, degene die het verzonnen heeft, moet het ook doen. Ja, net. Tot de rand, ja, mag nog wel wat meer. Iets meer. Ja. Oké. Het schort niet voor niks. Die terug in de 8. Ja. Dan heb je er daar dus 6. Ja. 6. Hier heb ik er 2 in. Ja. Ja. Die moest in die 3. Juist. Daar vul je er eentje bij. Maar nu? Maar nu. Hebben we hier er 2 in? Want wat hadden we daar ook alweer aan? Hoe zat het ook alweer? En dit is 6. De 6. Als ik er daar 5 vul, dan hou ik er hier 1 over. Ja. En die 2 dan hierin. Maar wat was mijn allereerste aanwijzing? Weten jullie dat nog? Nee. Nee, dat dacht ik wel. Dat was zorgen dat je die volle 5 liter, dat je daar 1 liter uit kunt halen, uit kunt overgieten. 1 liter. En deze is dadelijk vol als er 1 liter bij kan. Dus als je deze nou eens volgooit. Dan mag jij dat weer doen. Deze. Wie? Op de tribune hebben ze het al in de gaten. Ik hoor al. Ja? En nu? We moeten 4 liter hebben, hè, op den duur. Die hier vullen tot 3 liter en dan daarbij. Dan moet je er 4 hebben. Ja, niet alleen daar. Ja, goed. Dan heb je daar ook 5 liter. Ja? 3. En waar zit nou 4 liter? Deze 3 plus die. Daar hebben we al 4 liter, maar je wil nog één van 4 liter. Ga je gang. Ja, kan. Die er ook bij. Ja. Als alles goed is, moeten ze precies even hoog komen. Wanneer de diameters precies gelijk zijn, zet ze eens naast elkaar. De een staat schuim op. Nou, ik vind het klasse, schuim, hoor, het schuim, Jan. Het schuim, ja, zakt er zelf. We hebben het gewoon. 2 keer 4 liter. 2 keer 4 liter. Bravo. Heel goed. Je hebt er wat fantasie voor nodig, maar dit is een supermarkt. En omdat het in die supermarkt altijd ontzettend druk is, heeft de bedrijfsleider eenrichtingsverkeer ingesteld. De opdracht aan jullie luidt om met deze boodschappenkar alle boodschappen op te gaan halen. Jullie moeten de pijlen volgen. Maakt niet uit waar je begint, maar je hebt 1 grote handicap. Je mag niet 2 keer over dezelfde weg heen. Je mag beginnen waar je wilt. Hier is je kar. Ga maar karren. Oh. En de boodschappen moeten in je wagentje. Wil jij karren? Wil jij karren ik of kan jij wel. Karren? Jij kaart. Goed. Even kijken. We gaan gewoon hier beginnen, hè? Even een beetje aan deze kant staan. Die lopen allemaal deze kant uit? Mm-hmm. Anders doe ik elkaar. Alleen die loopt zo. Wacht. Ga maar boodschappen doen. Je komt vanzelf wel ergens of. Als het niet goed gaat, pakken we de kar weer uit. Helaas, hè? Even kijken. Je moet wel de boodschappen oppakken. Ja. Ja, maar we kunnen hier, als je hier begint, dan kunnen we niet teruglopen. Dan komen we hier elkaar ergens tegen. Zo. Wacht, beginnen we zo? Zo, zo. Ga maar je boodschappen inladen. Ja. Wacht maar. Die moet je wel die pakken. Moet... Dus pakken die in ieder geval. Ja? Deze dan? Ja, nou veel, dus kom niet uit. Even kijken, dan kunnen we of die pakken. Als we die pakken, kunnen we daar naartoe. Kunnen we daar naartoe? Kunnen we daar niet naartoe? Dan kom niet uit. Weet je wat we moeten doen? We moeten bij rood beginnen, want dat zijn de enigste die alle kanten uitgaan. Ja, even terug. Even terug. Wat ga je? Oh, je gaat terugleggen, ja? Kom niet uit. Oh, je gaat helemaal terug? Ja, we beginnen opnieuw. Ja? En die zal ik daar neerleggen. Bij rood. Deze. Dit vinden ze goed. Naar binnen. Wat moeten ze eerst naar blauw? Nu. Blauw. Nu naar blauw. Ja, nou hebben ze allemaal. Doe maar wat ze zeggen, want ze kijken natuurlijk al veel langer tegenaan. Groen. Ja, ik kan dat.
die onderop. Ja, goed. En die laatste? Ja. Ja, leg die er maar bovenop. En kom even hier naartoe. Jan. Ja, jongens, een goed begin is het halve werk. Dat hebben jullie ondervonden, want je kunt eigenlijk maar op één punt echt goed beginnen. En dat kun je hier zien. Jullie hebben dat uiteindelijk ook gezien. Dit punt, daar gaan 3 pijlen vanuit, allemaal naar buiten toe. Dus de enige manier om die boodschappen daar op te halen, dat is daar beginnen. En eerst begonnen jullie daar, dus dat moest wel mislopen. Er is nog een bijzonder punt. Namelijk dat eindpunt daar, daar gaan 3 pijlen naartoe. Het boodschappenwagentje staat er bovenop, maar die 3 pijlen gaan daar naartoe. Dus daar moet je eindigen. Dat hebben jullie ook gezien. Een goed begin en een goed einde. Jullie hebben het heel goed afgebracht. Het is tijd voor onze kijkersvraag. Maar eerst krijgt u natuurlijk de oplossing van vorige week. Bij de huiskamervraag van vorige week hadden we 6 lucifers zo neergelegd dat er 4 driehoeken in die figuur te vinden waren. 1, 2, 3 en een grote driehoek, 4. De opdracht was om de lucifers nu zo neer te leggen dat er niet minder dan 8 driehoeken zouden ontstaan. Die oplossing is niets anders dan de Davidster. Daarin zie je 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine driehoeken en 2 grote driehoeken. In totaal 8. Een boer heeft een vierkant stuk land dat verdeeld is in 3x3 stukken. In het middenstuk staat een grote schuur. De andere stukken zijn weiland. Daarin grazen in totaal 16 schapen. Hij verkoopt er 3. Kan hij de overige 13 schapen zo over de 8 stukken weiland verdelen dat er ten eerste langs elke zijde evenveel schapen staan? Ten tweede mag geen enkel stuk weiland leeg blijven. Van die kijkersvraag, die hoeft u niet naar ons op te sturen, want die krijgt u gewoon vanzelf volgende week in O Zit Dat Zo. Toen ik dit spel voor het eerst zag, moest ik eigenlijk denken aan kerst. Je tuigt je kerstboom af en ineens blijkt dat je veel meer kerstballen hebt dan doosjes. En oh jee, hoe pers je die kerstballen in die doosjes? Dit zijn geen kerstballen. Dit zijn grapefruits, want die zijn van plastic en die kunnen niet breken. En er moet inderdaad geperst worden, want het probleem is wel hetzelfde. Wat jullie moeten gaan doen, is bij deze doos met 48 grapefruits proberen om er nog 2 bij te krijgen. Dat kan nooit. Dat kan nooit? Dat kan nooit. Je begint al te lachen. Dat is waanzin. Maar kijk, wij bedenken het niet. Je mag aan de kant ook aan. Je mag alles ermee doen wat je wil. Waarom kan dat niet? Maar we bedenken natuurlijk wel iets wat kan, hè? Zal ik even wat ruimte scheppen of zo? Zou dat helpen? Maar dan moet ik dadelijk niet door een paar. Ja, precies. Dan moet je er gewoon, hoe je het ook doet. Ik niet zoveel meer op. Misschien dat je ze zo stapelen kunt. Dan... Nee, ze moeten wel naast elkaar. Ze moeten allemaal op de grond liggen, dus. Ja. Nou, 2, 4. Nou, we hebben er nog steeds 48 in en 2 ernaast. Ja. Maar ik denk dat je even... Logisch moet denken, je moet wel even persen. Ja. Weet je wel, oké. Okay. 2, 4, 6. Ja. Gewoon logisch denken. Ja. Ze liggen er allemaal strak in. Ze liggen er allemaal strak in, maar toch er is het mogelijk. Er is geen ruimte. Dat is wel heel weinig spelen. Een rondje van, zeggen ze. Een rondje. Ja, om en om. Wat bedoelen jullie met om en om? 4 flesjes. Net als? 4 flesjes. Net als bierflesjes in een krat. Oh, zo. Oh ja. Ja, ik herhaal gewoon alles hoor. Want jullie helpen de kandidaten. Hoeveel zijn jullie? Ik had er eigenlijk nog veel meer over. Ik dacht dat we een goed idee hadden. Mensen in krijgen. Moet ik helpen of zo? Heb je een hand nodig? Dit is wel erg genoeg. Dankjewel.
het is zo erg genoeg, zegt hij. Weet je wat we doen? Dit ziet er allemaal niet uit. Het ziet er niet goed uit, hè? Zullen we even een tip van Jan gaan vragen? Ja, laten we het doen. Want die zetten jullie misschien... Hallo. Die heeft een half meer. Ik heb er nog meer, maar die hoeven er niet in. Die zijn alleen ter illustratie. Kijk, wat jullie hier hebben met die verdeling in vieren, dat is toch een onvoordelige verdeling. Er zitten vrij grote gaten nog tussen. Terwijl als je een verdeling hebt waarbij ze om en om zijn gezet, dan zijn die gaten daartussen veel kleiner. En dat is dus de aanwijzing. Probeer zo'n soort om en om verdeling te maken. En misschien dat het onmogelijke dan toch mogelijk wordt. En ik zou dus willen aanbevelen om met die rijen zo te werken en daar om en om... Juist. Ja? Ja? En dat dan per rij voorbouwen? Ja, ik hou wel vast voor je. Ja? Want dan zie je dat die rijen dichter op elkaar komen te liggen. Ja? En misschien houden we dan genoeg ruimte over om er nog wat extra's bij te doen. Iedereen met ballen in zijn handen. Oh, oh, oh. Ja, leg deze maar even opzij. Hier hebben we er weer een rijtje van 5. Ja? Goed kijken dat je het netjes afwisselt. Ja. Hè? Rijen van 5 en rijen van 6. Ja, hier deze. Ja. Nou, dan moeten we hier. Past het? Kijk, zie ik. Hebben we overal wel rijen van 5 en van 6, klopt het? Ja, en ik heb hier nog wat in mijn handen. Ik heb er ook nog één. Ja. En ik kan nog net. Op de sloffen. Ja, zitten ze echt goed? Ja, bijna. Kunnen we niet een beetje schudden op dat het is? Je bent al tevreden, hè? Maar ze zitten erin, Jan. Ze zitten erin en kijk maar. Inderdaad. We hebben hier 7 snoepen van beren gezellig op een grasveldje bij elkaar staan. Onze opdracht aan jullie is: leg deze 3 hoepels hier achter je op de grond straks zo neer dat iedere beer in een eigen vakje staat. Dus met die hoepels moeten jullie eigen vakjes voor de beer. Hier liggen de hoepels, pakken allebei de kant zo'n hoepel vast. Maar mogen er bijvoorbeeld 2 beren onder 1 hoepel staan? Nee, maar je mag doen wat je wil als iedere beer straks, als je alle 3 de hoepels hebt neergelegd, maar ieder in een eigen vakje staat. Oké. Komen we pakken, dan is de rode. Ja. Even kijken. Ik denk 3 beren in 1 hoepel. Ja, ik denk deze, denk ik. Niet te hard trekken hoor, aan die hoepel. Oh. Straks een rechte lijn. Ja? Kijk, en nou die, groene? Groene. Even kijken. Die 3? Nee, want dan staat die beer er niet onder. Die... Nee, maar als die maar in een eigen vakje staat. Oh, ja. Oké, deze denk ik. Ja? Ja? Denk je? Even kijken. Nee, ik denk dat wij die rode om die groene beer moeten zetten, denk ik. De rode om de groene. De rode om de groene. Oeps, zo ja. Denk ik. Oh, dan heb je 4. Maar er mogen maar 3 beren. Of maakt dat niet als uit? Iedere beer straks maar zijn eigen vakje heeft. Denk dit, hè. En dan die blauwe. Even kijken, die rode, die blauwe. Moeten we naar die blauwe beer lopen, denk ik? Heel gaat niet. Die heb je al gehad. Ja, wel, even kijken hoor. Ik denk die groen. Even kijken, deze hier. Even kijken, blauwe. Nee, blauwe. Hebben jullie tips? Blauw. Die groene moet vrij blijven staan, zeggen ze. Zo ja, en dan. Even kijken, hierheen. Ja, naar jou, Albert, naar jou. Volgens mij. Als... Ja? 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 Die geen vakje. En dan moet die, volgens mij. Ja, zoals. Hij staat buiten. Nee, kom eens. Deze rooi moet om die weer, volgens mij. Nee, want er staan er 2 in 1 vak. Oh ja. Jee, jullie zitten in de goede richting. He Jan? Jan komt er even bij. Ja, jullie zitten zeker in de goede richting. Er ligt wel wat goed, maar ze liggen nog niet allemaal goed. En het is ook een beetje een rommeltje. Sommige hoepels hebben 4 beren en andere hebben 3.
Ik zou als tip willen geven, doe het nog eens even opnieuw. En begin met één hoepel om vier beren heen. Eén hoepel, dat is mijn tip. Eén hoepel beginnen om vier beren. Hou ze er eerst maar even vanaf. Ja, want ze liggen zo. Anders wordt het zo onoverzichtelijk. Zo. Oh! Dan sneuvelt een beer. Slagveld. Oh, zielig. Even kijken, zielig hè? Zo, die staat weer. Ja. Deze. En nu kun je met die rode gaan beginnen. Ja, even kijken. Ik denk hier rechts. Moet die erbij. Er nog bij. Hier erbij, ja. Denk het wel. Ja. Oké. Okay. En nu een beetje symmetrisch proberen. Hè? Dezelfde soort ideeën gebruiken. Moeten we de? Groene. Deze. Ja. Deze vier. Zien we het daar al? Die twee roze en die twee blauwe. Ja, ja, ja. Ja. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, kom er maar even bij staan. Ja, jullie hebben nu inderdaad met drie van die hoepels, dat zijn dus eigenlijk drie cirkels, hebben jullie een verdeling gemaakt in zeven gebieden. Ja, ja. Dus dat is een soort wiskundestelling die we nou met beren hebben geïllustreerd. Ja, ja. Maar jullie hebben het zo goed gedaan dat ik vind dat jullie eigenlijk wel een beer verdienen. Vind je ook niet, Ellen? Een cadeautje is op zijn plaats. Alsjeblieft. Dankjewel. Gefeliciteerd. Jan, kom er even bij. Ja. Kandidaten natuurlijk dolgelukkig met hun mooie beren. En wij zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Oh, zit dat zo? Graag tot volgende week. Tot volgende week.